gebouwen van... maar David gaat naar zijn atelier en hij schildert deze schilderij, ongeveer. Die zwarte vierkant is ongeveer 50 bij 50 centimeter. Voor ons, voor het museum, voor de West, deze werk is de bron van, of het begin van abstracte kunst. Zo, voor de vraag, wie heeft die vraag met inhoud? Jij was, hè? In principe, voor het West, abstracte kunst heeft geen inhoud. So, de inhoud is in het werk zelf, abstracte kunst. Kan jullie over dat boeken lezen? Interpretatie, en is altijd gaat over die zwarte vierkant in relatie met die orthodoxe iconen in die Russische kerk. Dat ze plaatsen dat op de hoeken als herinnering aan die heiligen, Jezus en Maria en de rest. Zwarte vierkant geschilderd op een wand. En hier komt die verhaal. Het is een heel eenvoudig verhaal, maar heel complex. Emotioneel. 70 jaar na de stichting van het christendom. Die tempel, die tweede tempel, gebouwd door Hordus, is vernietigd. Als herinnering aan die vernietiging van die tempel, ieder gelovige Jood, het is niet zo eenvoudig, maar ieder gelovige Jood heeft geschilderd boven die entree, een zwarte vierkant, amal amal, dat heet in Hebreeuws ongeveer plus minus 50 centimeter bij 50, of tegen die entree. Als die persoon komt naar binnen, hij ziet een zwarte vierkant, Irene heet zich, aha, ik hoef niet zo happy zijn. Geen tempel. De tempel was die contact met die heilige dom, zo, met God. Geen tempel meer. En dat heet zwart op wit herinnering aan die destructie. En iedereen weet de destructie van die tempel. En tot en met vandaag, gelovige Joden hebben of zwarte vierkant, geschilderd op de wand. Heel veel slimme kunstenaars hebben dat ook business gedaan. Zij verkopen ingelijst zwarte vierkant. En af en toe, ze vertellen de zwarte vierkant aan tekst. Dan hebben ze af en toe gewoon een tekst op de wand. Zwart op wit herinnering aan de destructie. Dat was een professor, Hegelian professor. Zijn naam is Arturo Danto. Waarschijnlijk kennen jullie hem of niet. Arturo Danto was in de tentoonstelling van Andy Warhol in 1967. En hij kijkt en hij ziet daar heel veel replica van Brillo. En hij schrijft een tekst dat heet The End of Art. En hij zegt, ja, dat is vreemd. Ik heb hier een Brillo en ik heb een Brillo in de supermarkt. En een van deze twee is kunstwerk. Wie kan beslissen wat van deze twee is kunstwerk? En hij heeft geen antwoord gegeven, ik, dat ik de filosoof ben. En hier we hebben een vraag waarom tot en met vandaag niemand heeft geschreven over die relatie van Malevitz en de religieuze icoon van de Joden. En die vraag is ook niet meer interessant, dat hij wist of niet wist, dat is duidelijk dat hij wist. Hij had heel veel Joodse vrienden in Moskou en
En die vraag is ook niet meer interessant. Op deze niveau, ik neem aan dat hij wist. Nou, dat is het verhaal over die zwarte vierkant. Nou, hier zie je de tekst. Shachor, Levan, Zecher, Choban, zwart of wit, herinnering aan die destructie. Maar goed, deze hele aspect heet suprematisme. Dat was die idee van Malevitz. En hij heeft vaak zwarte vierkant en witte vierkant op zwarte op de grond en rood en dingen. En later heeft hij dit soort van schilderij ook geschilderd. Maar voor mij blijft interessant die vraag en de stelling van hem over die zwarte vierkant op die witte achtergrond.